Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend zien we dat een flink deel van Nederland met volop zonneschijn te maken heeft vanochtend. Lokaal komt ook nog eerst wel wat nevel of mist voor, maar die zal snel verdwijnen. En dan hebben we dus geregeld zon, maar er gaan ook weer wat stapelwolken ontstaan. En misschien dat zeer lokaal er een enkel regenbuitje uit ontstaat. En dat zal dan met name in het noorden van het land het geval zijn. We zagen het net ook al op de satellietfoto: vanuit het zuidwesten komt er geleidelijk ook meer hoge bewolking overdrijven, maar de zon schijnt daar nog heel goed doorheen. Vanavond zijn er ook brede opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog, en halverwege de avond is het naar een graad of 16 afgekoeld. Morgen begint de dag met redelijk wat zon. Maar vanuit het westen gaat in de loop van de dag de bewolking steeds meer toenemen. En in de avond valt misschien plaatselijk wat regen. Het wordt ongeveer 22 graden en daarmee is het wel wat warmer. Op dinsdag ook nog 21 graden, maar veel bewolking en verspreidt een beetje regen. Soms ook wat zon, met name later op de dag. Woensdag en donderdag vrij wisselvallig met veel wolken, een beetje regen en soms wat zon. De middagtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.